Er rijden op dit moment geen metro's in Rotterdam. De RET heeft dit besloten als gevolg van communicatieproblemen bij de hulpdiensten. Deze problemen worden veroorzaakt door een storing bij KPN. Het alarmnummer 112 werkt af en toe niet. Door de storing hebben de hulpdiensten in Zuid-Holland problemen met de onderlinge communicatie. Bij een bedrijf in Numansdorp is dinsdagavond brand uitgebroken. Het vuur brak even voor 10 uur uit bij een parketwinkel aan de Edisonstraat. Er vielen geen gewonden. Wel wist de brandweer een cavia te redden uit het brandende pand. Het beestje bleef gelukkig ongedeerd. De buren van het bedrijf, een handelaar in keukens en een autodealer, waren bang dat de brand zou overslaan. Dat gebeurde niet. De brandweer kreeg het vuur nog voor middernacht onder controle. Het aantal patiënten van het Maastad ziekenhuis dat overleden is na besmet te zijn geraakt met de Klebsiella-bacterie is opgelopen naar 27. Dat zijn er 2 meer dan een week geleden. Het gaat om mensen die in juni en half juli zijn overleden en op dat moment al waren ontslagen uit het ziekenhuis. Het aantal besmettingen is gestegen van 70 naar 78 en de risicogroep, het aantal verdachte patiënten, is gegroeid met 143 personen. Gezien de lopende kweektesten en onderzoeken kunnen de aantallen volgens het ziekenhuis de komende periode nog verder toenemen. Woensdag schijnt af en toe de zon, met name in de kustgebieden. Temperaturen komen uit op zo'n 20, 21 graden en in de middag bestaat er landinwaarts kans op een lokale bui.